Op YouTube draait alles om het krijgen van subscribers. Op Facebook zijn het likes en op Twitter zijn het volgers. Op YouTube zijn het subscribers. Dat zijn mensen die zich abonneren op jouw kanaal. Dus zorg ervoor dat je in ieder geval veel subscribers gaat krijgen. Nou, dat is op zich lastiger dan Facebook likes of Twitter volgers krijgen. Maar als je een truc om dus meer subscribers te krijgen, is door zelf te gaan subscriben op andere interessante kanalen. Als jij heel erg zit in een bankenbusiness, dan kan het natuurlijk goed zijn om ook dus andere banken te gaan volgen. Dus te gaan subscriben of abonneren op die andere YouTube kanalen. Op dat moment namelijk krijgt de beheerder van die pagina een e-mailtje met van hey, gefeliciteerd, je hebt weer een subscriber of iemand erbij die is geabonneerd op je. En op dat moment denkt die persoon van oh, interessant, ik ga eens kijken wat die persoon doet en gaat eventueel ook weer subscriben. Dus een beetje eigenlijk dezelfde manier als op Twitter. Dus het volgen en hopen dat ze jou gaan terugvolgen. Nou, de methode duurt lang, maar je zult zien dat je op die manier wel meer abonnees krijgt.